Goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom bij het voorjaarscongres 2023. Hoe je dingen kan laten bloeien, wat daarvoor nodig is, welke hulp je daarvoor nodig hebt en dat je daar soms keuzes voor moet maken. Wij zijn altijd bezig om de perfecte boom deels te kweken. Alleen wij mensen en ook de natuur is niet altijd perfect. Ik sta hier eigenlijk al een paar minuten de neiging te onderdrukken om hier gewoon lekker met mijn blote voeten op het gras te gaan staan. Je kunt rustig je schoenen aanlaten. Maar om onszelf ook toe te staan om af en toe eens even buiten de lijntjes te kleuren. Het sociaal domein kan gered worden. Het kan tot bloei komen. Maar misschien nog een klein beetje popel. Dank u wel. Ik vind het belangrijk dat mensen in Nederland weten hoeveel er kan, hoeveel geld er eigenlijk is. En hoe we dat nu echt massaal richting rijke oude mensen aan het transporteren zijn. Dat moet gewoon anders. Ik maak mij zorgen over kansengelijkheid, omdat ik dat iets van ons allemaal vind. Mm-hmm. Jullie zijn die mensen die in de ecologie van die samenleving het zo moeten zien te regelen dat mensen tot groei kunnen komen, kunnen bloeien. Maar soms is er ook weer snoeien nodig. Het zal u niet verbazen, maar mensen die werken, die zijn gelukkiger dan mensen die niet werken. Werk zorgt voor sociale contacten, voor deelname aan de samenleving, voor leren, voor je nuttig voelen. Sinds 2016 hebben werkgevers in samenwerking met UWV en met gemeenten zo'n 70.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen. Waar zijn alle Nadia's? Waar zijn alle mensen, al dan niet in een doelgroepregister, want dat zegt niks over wat je wel kan, maar ook zeker niks over wat je niet kan. Vraag is niet aan die kandidaat, waar heb jij? Nee, maar wat wil jij? En als je er dan niet komt, vraag eens aan die kandidaat, wat is jouw allergrootste hobby? 1, go, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en stop maar. Durf dingen anders te doen. Deel je podium. Deel je tafel. Deel je fiets. Kan ook. En pak elkaar vast en doe het samen. Niet alleen degene die naast je zit, maar ook die bewoners. U heeft allemaal projecten en manieren om integraler te werken, om de dienstverlening te beteren, om te handelen vanuit de bedoeling. Bij ons heet dat de samenwerkwijze. Mooie spreiding van de tand. Iedereen doet zijn eigen kleine dingetje, komt niet van zijn plek. En als er behoefte is aan iets anders, ja, dan moet de cliënt, patiënt, degene die die hulp nodig heeft, moet ergens anders naartoe. Want niet iedereen is hetzelfde. Soms hebben mensen even een steuntje, ondersteuning nodig, soms voor een langere tijd. Maar je zult zien, als je die ondersteuning aan de voorkant biedt, dat je aan de achterkant heel veel bespaart. Dat schuren, dat tegendenken, dat kritisch geluid, dat moeten we vooral zien als kans. Wij willen binnen de bestaande budgetten en wettelijke kaders gewoon veel meer ruimte om bijvoorbeeld van curatie naar algemene voorzieningen naar preventie te kunnen verschuiven. Hartelijk welkom Utrecht, Zwolle en ik hoop jullie daar weer te zien. Waar is het feestje?